Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hi Simmers, Kim Pils hier en yes, het is zover. Het is 5 uur, het embargo is vervallen en ik mag jullie nu video's laten zien van The Sims Hier Wordt Beroemd. En we gaan meteen beginnen met de twee hoofdrolspelers van deze gloednieuwe Let's Play serie. Dit is Ella. En dit is haar tweelingzus Esmee. En die heb ik ooit gemaakt voor de 52 Weeks of Simmaking. Met de opdracht tweeling toen ik nog geen YouTube-kanaal had. Want jullie kunnen er vast wel de heren Frank en Ferry herinneren. Die ik wel op YouTube heb gemaakt. Maar deze dames heb ik toen gemaakt toen ik nog niet actief was op YouTube. En zij verdienen nu ook wel een mooie plek op mijn kanaal. En we gaan ze een makeover geven. En ik weet nog dat toen ik deze tweeling had gemaakt, dat ik ze niet precies hetzelfde wilde zijn qua kleding en qua kapsels. Dus Ella had ik een beetje echt een meisjesachtige tweelingzus gemaakt. En Esmee wat stoerder. En nu gaan we dus daar gebruik van maken. Want Esmee wordt dus een beetje die casual leuke meid. En Ella gaat dus dat meisjesachtige diva worden. Dus ik wil haar ook die eigenschap geven. We halen vrolijker uit. Dus lach nog maar even, Ella. Want jij wordt zelf ingenomen. Oké, nog één keer. Ik vind deze zo leuk. Ik had hem op het Town of Plumops kanaal. Ja, trouwens, als jullie dus alles willen zien wat er voor dames in creëren zin bij zit. Op Town of Plumops is er nu ook een video online gekomen. Waarbij we dus alles voor de vrouw helemaal gaan doornemen. En toen had ik ook al zo'n lol met deze. Ik vind het zo'n leuke interactie die ze dan doet. Maar zij wordt zelf ingenomen. En er zijn nieuwe doelen. We hebben de meesterlijke actrice. En we hebben de wereldberoemde celebrity. En natuurlijk wordt Ella, de diva, de zelf ingenomen diva. Die wil de wereldberoemde celebrity worden. En jij, Esmee, jij wordt dan die meesterlijke actrice. Er is voor de rest geen tweede eigenschap. Dus ik denk dat ik zelfverzekerd, actief en houd van buiten gewoon bij haar laat. Want ik vind haar dan geen typje om haar ook zelf ingenomen te laten worden. Maar laten we maar eens beginnen met deze diva Ella dan. We gaan vandaag werken aan in ieder geval deze outfit, de alledaagse outfit. En we gaan haar een nieuwe formele look geven. De rest zal ik off-camera doen. En die zullen jullie dan in de Let's Play vanzelf wel een keer te zien krijgen. Maar even kijken wat we met Word Beroemd qua kapsels kunnen geven. Ja, ik weet niet zozeer of ik haar hier iets een kapsel van wil geven. Want ja, dit is natuurlijk echt voor een filmset. Dat wil ik haar nu niet geven. Dit is te casual. Dat is misschien wel leuk voor de zus. Dan hebben we natuurlijk nog deze. Dit kan ook. Dit staat wel heel goed bij haar profiel. Bij haar gezicht. Ze heeft echt zo'n hele mooie jukbeenderen. Heel mooi gezicht. En we hebben deze. Kunnen we ook zo'n mooi kleurtje geven. Ik denk dat ik haar deze wil geven. Gewoon omdat het haar gezicht... Ik vind het zo mooi staan bij haar gezicht. Het is misschien niet al te diva-achtig. Dat kunnen we altijd in de toekomst nog veranderen. Maar ik wil nu gewoon graag een kapsel uit dit pakket kiezen. En dan kunnen we altijd in de toekomst nog een hele krulachtige diva-gebeuren van maken. Ik ga dan geen hoofddeksels doen. Maar we kunnen wel even kijken bij accessoires. Er is wel wat nieuws bijgekomen. Of ik het ook bij haar ga gebruiken. Ja, we kunnen op zich... deze sieraden wel doen. En dan wil ik wel echt... gaan we helemaal uitpakken. Dan gaan we alles rozen. Zo. De make-up mag natuurlijk ook wat uitgebreider. Even kijken. Eyeliner heeft ze al. Ze heeft ook wel oogschaduw. Maar dat mag wel wat... misschien hebben we daar ook wel roze van. Ah. Eventjes kijken daar. Kijk. Ja, dit vind ik leuk. En dan natuurlijk nog een kleurtje op de lippen. Zullen we ook de wangen doen? Dat pakken we echt helemaal uit. Ik weet niet of ik voor dit kapsel... Misschien moeten we gewoon voor dat andere kapsel gaan. Het is namelijk deze. En als je dan klikt op deze, moet je kijken. Nee, het staat niet bij haar huidskleur. Wat jammer. Nee, we gaan... ik weet niet precies welke bruine haarkleur ze had. Volgens mij had ze... ja, de donkerbruin.
Ik denk dat we nu toch voor deze gaan. Ze is natuurlijk nog een beginnende diva. Hè? Ze is nog helemaal niet beroemd. Dat moet ze nog gaan verdienen. Dus hoewel ze een heel mooi kapsel heeft, is het natuurlijk nog niet helemaal al uitgepakt qua dat. Maar qua kleding, wat gaan we haar geven? Wordt beroemd. Even kijken, er zijn bij alledaagse dingetjes wel wat die we kunnen doen. Ik zat zelf te denken aan misschien deze. Maar ik weet niet of daar iets met roze is. Want deze kan op zich ook wel leuk zijn voor de tweelingzus. Hij komt wel in het wit. Er is namelijk een bijpassende rok bij dit shirt. Wat de outfit heel erg tof maakt. Maar ik weet niet of dit diva-achtig genoeg is. Misschien moeten we gewoon even kijken voor een leuke jurk. Dat kan natuurlijk ook. Er zitten ook wat bijzondere outfits bij. Misschien dit, maar die komt ook niet in het roze. Wel met bloemetjes. Dit is op zich wel diva-achtig. Het enige wat ik zo jammer vind is dat die pijpen zo breed zijn. Deze komt wel in het roze. Deze is leuk. Ja. Ja, ik denk dat ik nu voor deze ga. Ik vind dit wel een mooie alledaagse outfit om mee te beginnen. Het heeft wel een beetje diva-achtig, maar het is ook wel casual. Schoenen. Daar hebben we deze hakjes bij gekregen die misschien wel kunnen. Maar ja, kijk, die komen ook in het roze. Nou, kijk eens aan. Ella Robin heeft nu haar alledaagse outfit. En we gaan met haar dus helemaal los. Hè. We gaan vooral met dat zelf ingenomen. Oh, Roy! Abu Yab! Want die Sims die zijn helemaal dol op zichzelf. Ze willen complimentjes. Ze worden blij van cadeautjes. En gespannen als ze dus een tijdje geen aandacht krijgen. Dus het lijkt me echt leuk om van haar echt zo'n verwende diva te maken. En dan hebben we haar tweelingzus. Die mag wel wat stoerder. Dus misschien kunnen we haar dit kapsel geven. Dat is, vind ik wel leuk. Dit zou op zich ook wel kunnen. Dat is wat casual. Deze heeft haar zus dan. Dus dan pakken we deze. Het heeft wel een stoere elementje met al die ringetjes in het haar. En dan gaan we voor haar ook even kijken voor een outfit. En we hebben hier ook van die stoere jasjes en zo. Of deze, de kortere versies. Maar de mouwen daarvan zijn heel breed. En dat is niet mijn persoonlijkere smaak. We hebben ook deze. Dit zou ook iets voor die zus zijn trouwens. Deze ga ik aan die zus geven voor de feestoutfit. Dat weet ik nu al. Ja. Ja, dit is gewoon een simpel shirt. Dat kan op zich ook. Zo ziet het er wel leuk uit. Maar ik wil niet die broek houden. Ik wil iets met wordt beroemd erin verwerken. Ja, we kunnen op zich ook haar. Zo haar juist die outfit geven. Met dan gimpen eronder of zo. We hebben ook deze. Aha. Nou, ik denk dat dit is wel leuk voor haar voor feest. Ik wil toch iets meer casual voor haar alledaagse outfit. En dan denk ik toch dat ik voor zo'n jasje ga dan. Misschien wel iets met een kleurtje. Die is wel leuk. Of inderdaad, waarbij het shirt een ander kleurtje heeft. Oeh. Stoere tijger. Nou, ik vind deze leuk. Ik vind de kleur van het jasje zo leuk. Ja. We gaan voor deze en dan doen we er een broek onder. We hebben deze broek erbij gekregen. Die hoort ook eigenlijk bij deze, gok ik zo. Maar op zich, die broek ziet er zelf ook wel heel leuk uit. Gewoon voor casual. Gewoon zo'n stoere broek. Het hoeft niet per se een outfit te zijn voor op de set. Ik denk dat dit heel leuk is zo. Maar dan moeten hier wel andere schoenen onder. En ja, ik weet niet. Ik vind deze schoenen vind ik er niet bij passen. Deze schoenen, die heeft haar zus al. Maar ik weet niet. Ik vind het ook niet bij Esmee passen. En dan hebben we voor de rest, ja, slippers of deze.
Of deze. Dus ik denk dat we hier het filter wel even uit gaan zetten. Dat ik dan iets van geempjes aan haar ga geven. Ik denk dat dat toch wel leuker is. Misschien gewoon simpel Adidasjes. Ja. Kijk, dit maakt de outfit wel. Dit vind ik wel een hele toffe outfit voor haar. Misschien andersom. Of toch wit. En laat ik eens een keertje deze doen. Ik vind dit wel een hele leuke alledaagse outfit. En nou zie je ook al meteen de verschillen in de twee. Want zij is natuurlijk zelfverzekerd, sportief en houdt van buiten. Nou, het is wel een stoer chickie. En deze dame is ook zelfverzekerd, creatief en zelf ingenomen. Dus ze hebben in ieder geval, allebei zijn ze zelfverzekerd. Dus ze hebben wel één innerlijk ding gemeen. Maar qua uiterlijk zijn ze compleet verschillend. En qua innerlijk dus ook. Laten we eens kijken hoe Esme zich gaat kleden voor formeel. Nou, we hebben dus niks voor wordberoemd voor formeel. Bij tops. Ik dacht al. Ik vind het gek, want we hebben allemaal van die gala dingen erbij gekregen. Ik weet alleen niet of ik zo snel haar in zo'n jurk zou stoppen eigenlijk. Want ik denk dat ik haar dan deze wil geven. Alleen dan niet met zo'n dierenprint. Ja, deze. Maar dan doen we haar haar anders. Want je kan natuurlijk niet met die dingen in je haar naar zo'n galerij. Of rode loper of zo. Aha. Ja, dit is wel een mooie outfit. En die schoenen vind ik ook wel leuk. Die mogen wel blijven. Ik wil wel hier nog wat met haar make-up gaan doen. Want dat ze een stoere chick is, wil niet zeggen dat ze nooit iets met make-up doet. Het lijkt me juist wel leuk om dan hier echt... ja, kijk. En een kleurtje op de ogen mag ook wel. Oh, moet ik het roze even uitzetten? Zo. Een bijzondere formele outfit. En dan gaan we terug naar haar tweelingzus, Ella. En Ella kunnen we natuurlijk wel uitpakken. We kunnen dit soort dingen ooit gaan doen. Of zo'n jurk. Ik vind dit wel ook een hele toffe. Maar ik denk, misschien moeten we rustig beginnen. Ze is natuurlijk nog niet beroemd. Hè? Ze moet nog beroemd worden. Dus dan beginnen we denk ik met deze. Ik vind dit ook een hele leuke jurk vanwege al die lage stof die over elkaar heen hangen. En je kan ook echt zien dat het geeft ook echt dat 3D-effect. Je gelooft echt dat dit een vouw is hier. Ik denk dat dit wel een hele mooie jurk is voor Ella. Nu ze nog onberoemd is als diva zijnde. Want ze wil natuurlijk beroemd gaan worden. Gaan we haar ook even een ander kapsel geven. Maar dat wordt er dan denk ik niet eentje van wordt beroemd. Ik denk dan dat we dan gaan uitpakken met het kapsel van honden en katten. Die staat hier. Ik vind haar wel een typje ervoor. Om haar haar helemaal in de krul te steken voor, ja, voor een galafeestje of zo. En misschien... ja, nee, ik wil dan wel een andere ketting erbij. Met een zoiets... of iets groter. Ja. Kijk, nou hebben we ook de formele outfit van Ella. En dat is wel grappig. Ze hebben hier allebei dezelfde schoenen aan. Dus dat vind ik wel leuk. En omdat het zo vlot gaat. En omdat ik al meteen net iets zag waarvan ik dacht... oh, dat is een hele leuke feestoutfit. Gaan we die ook nog doen. Stel je voor dat ze worden uitgenodigd op een feestje van een up-and-coming star. Wat trekken ze dan aan? En dan wil ik dus haar dit aandoen. Dit vind ik echt iets voor haar. en zal ik dan die rocker onderaan doen? Die hoort er in eerste instantie natuurlijk niet bij. Dus dat is dan wat lastiger. Dan komt hij niet altijd in de juiste kleuren. En twee verschillende prints over elkaar heen zetten vind ik altijd een beetje risicovol. We kunnen wel dit doen. Die schoenen matchen wel mooi met het shirt wat hieronder zit eigenlijk. Bijna. Dit is meer rood-bruin en dit is meer roze-rood. Maar ik vind dit wel een leuke outfit. Eigenlijk.
Het is heel gek. Ja, die rok die kan je eigenlijk met van alles doen. Die kan je als heel netjes doen, maar ik vind hem hieronder ook wel grappig. Maar dan wil ik toch wel iets anders met die schoenen. Misschien toch wit. Of we pakken diezelfde schoenen die ze ook aan heeft bij de alledaagse outfit. Deze. Misschien rood. Ja. En dan pakken we natuurlijk ook de make-up er even bij. Zo. Een eyeliner. En ja. En natuurlijk ook weer sieraden hier. Ik denk dan dat ik hier wel voor wat anders ga. Misschien gewoon ringetjes. Ik weet niet, ik gebruik deze eigenlijk bijna nooit. En vroeger was het helemaal in om deze in te hebben. Nee, ik vind het niet zo. Misschien deze. Nee, die passen er ook niet bij. Misschien moet ik toch gewoon voor deze gaan. Of geen oorbellen. Ja, ik weet niet. Zij wil natuurlijk uitpakken. We kunnen haar ook gewoon steentjes geven. Laten we dat doen. Laat het op dat vlak dan simpel houden. Oké, okay, dus de feestoutfit. En dan gaan we weer terug naar tweelingzus Esmee. Die staat hier nog in een formele outfit. En dan pakken we voor haar ook een feestlook erbij. Maar wat gaan we haar dan nog aandoen? Oh ja, deze zat ik aan te denken. Hè? Want dit was haar alledaagse outfit. Dan pakken we inderdaad deze voor haar feestoutfit. Dan heeft ze wel dezelfde rok als haar zus. Dat vind ik ook alweer grappig. Dat ze toch iets hetzelfde heeft. Maar dan geven we haar iets met een print. Bijvoorbeeld deze. En dit is niet de bijpassende. Dit is de bijpassende. Ja. Of willen we haar dan toch iets anders geven? Nee. En dan doen we er bij haar ook weer stoere schoenen onder. Om het toch een beetje een andere stijl mee te geven. Dus dan zit ik ook weer... Oh, dat thema moet weg. Even kijken. Deze komen vast wel in een kleur die erbij past. Dit is te lichtgrijs. Deze passen wel goed. De kleur past goed. De kleur van de stof past heel goed bij de outfit. En dan zit er nog een leuk turquoise details op. Dan kunnen we dat turquoise wel terug laten komen in haar oogmake-up. Even kijken. Groen en blauw. Hebben we iets wat turquoise-achtig is? Deze een beetje. Oh, die vind ik wel heel tof. Ik vind ze ook zo'n leuk gezicht te hebben, die twee. Nee, ik pak gewoon die weer. Die pak ik eigenlijk altijd. Ja. Leuk. Ik vind het echt leuk. Altijd leuk om weer nieuwe dingetjes erbij te krijgen in de kas en in de koopbouwmodus. Ja, ik wil haar nog wel oorbellen geven. Pakken we weer Word Beroemd erbij. En dan geven we haar nu dit keer deze oorbellen. Maar dan pakken we deze, gewoon de standaard kleur. Want hier zitten wel wat turquoise effecten in. En ja, ze heeft lange mouwen, dus ik weet niet. Want er zit een nieuwe horloge bij met dit pakket. Oh, moet ik wel naar deze categorie. Alleen, ik weet niet of je die ook daadwerkelijk ziet als ze lange mouwen aan heeft. Nee, die zie je niet. Dat is jammer. Misschien bij de alledaagse heeft ze ook lange mouwen. Ja, bij formeel vind ik het... Ja, kan op zich wel, denk ik. Komt hij in een kleurtje wat een beetje past. Hm.
Deze past wel. Ja, ik weet, het is niet echt een hele een horloge wat je heel erg zou verwachten bij formeel. Maar ik vind het wel leuk. Het is natuurlijk wel van het nieuwe pakket om dat erin te verwerken. Dus wij gaan de Let's Play die vanavond nog online komt spelen met Ella Robijn. De tweelingzus die zelf ingenomen is en die juist heel graag beroemd wil worden. Het gaat haar vooral om het beroemd zijn worden. En dit is dus haar feestoutfit. Dan hebben we dit als formele outfit. En hier haar roze alledaagse look. En we hebben hier Esme. En dit is de formele outfit van Esme. Esme is de wat meer casual type. En Esme wil juist graag gewoon actrice worden om het actrice worden. En niet om het beroemd worden. Maar dit is dus de formele look. Dan hebben we hier nog haar face look. En juist door die gimpen vind ik het heel erg bij haar passen. En dan hebben we hier nog haar alledaagse look. En die broek die eigenlijk bij een setje hoort wat je zou verwachten op een filmset, past hier heel goed bij. Dus dit is de tweeling waarmee we de Let's Play gaan spelen. Die komt vanavond nog online via de première functie. Dus zorg ervoor dat je er op tijd bij bent. YouTube hoort wel een notificatie te geven van tevoren. Doet hij niet altijd. Dus ja, hou mijn kanaal zelf even in de gaten. En als het goed is, kan je vanaf nu de video wel al zien staan en al aanklikken. Dus dan ben je er, ja, heb je sowieso de videopagina op tijd gevonden. In de beschrijving trouwens van deze video kan je lezen hoe laat die première ingaat. Want ik ben nu dinsdagavond aan het opnemen. Ik weet dus nog niet welk tijdstip de meeste stemmen heeft gekregen van jullie. Maar tegen de tijd dat deze video online komt, en dat is dus nu woensdagavond, vind je die informatie in de beschrijving. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk zometeen bij de allereerste aflevering van de Let's Play met deze twee dames. Doeg!